Hoe serieus neem je die wedstrijd van morgen eigenlijk? Want je zou toch zeggen, er is weinig meer te winnen. We nemen het wel serieus, uiteraard. Het is natuurlijk wel feit dat je de eerste drie wedstrijden hebt verloren. En de kans dat je doorgaat is natuurlijk niet groot. Maar, is die nul? Nou, die is niet nul. Maar je moet, wil je wat en overwinteren in de Europa League, dan moet je morgen een goed resultaat behalen. Dat weet je ook na vier wedstrijden. Als je na vier wedstrijden nog geen punten hebt, dan is het onmogelijk. Heb je daar een soort van vertrouwen in? Ik heb altijd vertrouwen. Het is weer een mooie uitdaging. Het is een moeilijke uitdaging, maar uiteindelijk is het wel waarvoor je voetbalt. Om in de Champions League te spelen als club, als voetballer, ik ook als coach. En daar moet je ook van gaan genieten. En er zijn niet heel veel wedstrijden die je op Champions League niveau speelt. Om de avond voor een wedstrijd in datzelfde stadion te trainen, want dan raak je gewend en zo. Jullie doen dat niet. Waarom eigenlijk niet? Nou, dat is eigenlijk voor het eerst dit seizoen en ook vorig seizoen niet. We merkten toch dat het verschil, zeg maar, met Europa League, dat je veel korter op de wedstrijd zit. En daarbij was het ook een hele lange reis. Maar dan kun je toch een dag eerder gaan of zo? Ja, maar we hebben ook gemerkt dat de jongens ook liever 's ochtends trainden in Nederland. Waardoor je ook echt besloten kan trainen. Als je in het stadion traint, kan je eigenlijk niet besloten trainen. Want je weet nooit natuurlijk wat in het stadion zit. Maar, want ben je wat van plan dan? Ik bedoel, besloten trainen duidt op van, we gaan hier nog een stunt uithalen of een merkwaardige opstelling creëren. Ik vind het fijn om twee dagen voor een wedstrijd en een dag voor de wedstrijd nog besloten te kunnen trainen. Dus. Denk je ook dat dit een soort ommekeer zou kunnen zijn, zo'n wedstrijd? Die misschien dan wel niet in Europees verband heel veel uithaalt, maar wel dat het team spirit geeft of iets anders geeft? Ja, dat kan. Ik vond het eigenlijk zonde afgelopen zaterdag al. Ik bedoel, daar zag ik ook wel een team wat ervoor ging. Spirit had, vechtlust, kansen creëren. Alleen uiteindelijk niet genoeg om de wedstrijd te winnen. En ik hoop dat we dat morgen ook een vervolg kunnen geven. Maar dan wel scoren. Dan moeten jullie wel scoren. Dus wordt het moeilijk om te winnen. Ja. Dat klopt. Giovanni, je hebt Miguel Nelom en Renato Tapia weer bij je. Zijn zij ook fit genoeg om eventueel in de basis te staan als dat nodig is? Hoe dicht zitten ze daar weer tegenaan? Allebei zijn ze beschikbaar. Ze hebben allebei gewoon meegetraind de afgelopen dagen. Renato was natuurlijk iets langer eruit, maar ze zijn allebei fit. Ja, voelt zich goed. Heeft de laatste twee of drie dagen eigenlijk gewoon voluit mee kunnen trainen. En alles kunnen doen. Dus dat is voor mij weer een optie erbij achterin. Ja, Giovanni, er zijn mensen die nu zeggen dat het is allemaal gespeeld in de Champions League. Laat het maar lopen. Wat gebeurt er nou met Feyenoord als ze deze wedstrijd niet voor 100% aanpakken? Op dit niveau? Het niveau is natuurlijk heel hoog. We hebben gezien de wedstrijd die we gespeeld hebben. En, dus we weten de kwaliteiten van de teams. We weten de kwaliteit van Shakhtar. Is gewoon echt een topteam. En daar zullen we morgen moeten we ook 100% zijn om hier iets te halen. En dat zullen we ook gaan doen. En het zou raar zijn natuurlijk als je in de Champions League speelt en dan niet die wedstrijden serieus gaat nemen. Dat is in mijn hoofd onbegrijpelijk.